Deze presentatie gaat over het artikel Ecosystemen voor Open Onderwijs. Ik ben Nicolai van der Woerd, UMC is in het Radboud, u heeft mij al gezien vanmorgen. En Ecosystemen voor Open Onderwijs, die term, die kreet, zou ik bijna willen zeggen, ecosystemen, die hoor je dus heel vaak langskomen op de congressen waar Open Onderwijs wordt gepresenteerd, waar OER wordt gepresenteerd. En eigenlijk hoor je dat op heel diverse manieren. Je zou kunnen zeggen, de Engelsen zijn er ooit mee begonnen, van wij maken ecosystemen voor open onderwijs. Wat is dat dan? En ook de Amerikanen zijn inmiddels zover dat ze zeggen van ons product, wat wij in de markt hebben gezet, is een fantastisch ecosysteem en daar kun je alles halen wat je nodig hebt voor een fantastische onderwijservaring. Nou, dat lijken holle frasen, wat bedoelt iedereen daarmee? En ik ben het eens gaan onderzoeken, is er nou ook een beetje een basis voor en waar hebben we het eigenlijk over? Als het gaat om het ontwerpen en ontwikkelen van systemen voor open onderwijs, dan zijn er een aantal dingen op te merken. Vaak zijn ze nog didactisch redelijk arm. Soms is het gewoon een bak met materiaal, pdf'jes, video's en zoek het maar uit. Soms is het didactisch iets meer onderbouwd. Soms is het een college wat opgeknipt is in delen met wat vragen tussendoor. Maar het kan beter. Wat ook zo blijkt te zijn, is dat al die ontwikkelingen gaan zo snel dat er nauwelijks tijd is voor wetenschappelijk onderzoek. Dus eigenlijk hebben we heel weinig wetenschappelijke basis onder dat open onderwijs. En als er een basis is, dan wordt die vaak onvoldoende gebruikt, want ja, zo snel mogelijk op de markt komen. We zijn nog maar net begonnen eigenlijk, de zaak is nog niet in evenwicht, niet uitontwikkeld. En er is helemaal nog geen beproefde ontwerp- en ontwikkelsystematiek die we bijvoorbeeld voor e-learning al veel meer hebben. Schaalvergroting, de MOOCs, de Massive Open Online Courses, betekent dat er heel erg veel gebruikers opeens in die systemen terechtkomen. Ja, wat verandert dat? Wat moet je daar dan anders aan doen? Hoe werkt dat? Eigenlijk weet niemand nog precies wat daar nou goed aan is of juist niet. Er zijn veel nieuwe toetreders op de markt. Toetreders vaak ook uit de commerciële sector, die misschien ook weinig ervaring hebben met onderwijs. En er komen continu nieuwe inzichten, omdat al die nieuwe systemen eigenlijk allemaal in de continue beta-fase verkeren. En verbeteringen aan die systemen die vinden eigenlijk bijna wekelijks plaats. Dan zie je weer een andere homepage en zo gaat dat door. Dus dat is nogal wat. Het is een beetje een allegaartje geworden. En hoe kun je nou leren van andere wetenschappelijke disciplines en van het bedrijfsleven die al wel werken met de ecosysteemgedachte? Wat is een ecosysteem? U kent misschien allemaal wel een ecosysteem in de zin van dieren in het bos, die onder invloed van het weer en de seizoenen een bepaalde levensomstandigheid hebben en die daar wel of niet goed in kunnen gedijen. Dat is een ecosysteem. En zo zijn er een heleboel ecosystemen te bedenken en misschien zou je kunnen zeggen al die ecosystemen samen over de hele wereld, dat is ook weer een ecosysteem, namelijk de hele wereld is een ecosysteem. Zo zou je het kunnen zeggen, maar ze hebben ook een aantal kenmerken. Een ecosysteem moet duurzaam zijn, want anders heb je er niks aan. Dan kun je daar als dier wat erin leeft, of mens wat erin leeft, of student wat in een MOOC zit, heb je er eigenlijk weinig aan. Dus die duurzaamheid is een heel belangrijk uitgangspunt. Ook bij het ontwerpen van dergelijke systemen. Het moet de nodige veerkracht kunnen hebben bij verstoringen van buitenaf. Verstoringen in de zin van dat er opeens veel meer studenten in de populatie zitten. Of verstoringen in de zin dat er opeens een docent ziek wordt. Of verstoringen in de zin van dat er opeens heel veel nieuwe cursussen moeten worden aangeboden. Nou, dat betekent dus dat als je die systemen gaat ontwerpen, dat je daar ook rekening mee moet houden van hoe pakken we dat dan aan. Er is een bepaalde evolutie natuurlijk die altijd gaande is. Geen enkel ecosysteem is door de jaren heen hetzelfde. Men past zich aan de veranderende omstandigheden. En dat zou een groei moeten zijn, dat zou een evolutie moeten zijn in positieve zin. Een ecosysteem vaart ook heel goed wel bij biodiversiteit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zou je kunnen zeggen. Hoe meer soorten, hoe meer vreugd. Want die schijnen elkaar dan te ondersteunen. En dat zou dus een indicatie kunnen zijn dat ook zeg maar het bijvoorbeeld meertalig maken van onderwijssystemen, open onderwijssystemen, erg goed kan werken. Omdat je dan ook meer diverse culturele invloeden kunt gaan herbergen en andere onderwijsopvattingen kunt gaan herbergen. Het zou kunnen indiceren dat je met meer studenten ook veel meer steun kunt ontwikkelen
aan elkaar, waardoor er meer kracht in zit. Hergebruik, recycling, is een heel belangrijk aspect. Openheid is een belangrijk aspect. Als een systeem gesloten is, dan kan het niet meer groeien. Dan slaat het ook dicht. Dat zie je in de natuur, maar dat is eigenlijk ook het geval bij onderwijssystemen. En wat met name uit... Dat zie je dus ook, als je deze principes van ecosystemen toepast binnen andere takken van wetenschap, dan worden deze meestal overgenomen, worden deze gebruikt, worden ze een inhoud gegeven, gedefinieerd, van wat betekent dit voor de economie, wat betekent dit voor bijvoorbeeld de werkdagbouwkunde, wat betekent dit voor, nou, zo kun je ook zeggen, wat betekent dit voor het onderwijs. Een andere tak, dat zijn die onderste twee, dat komt eigenlijk uit de managementwetenschappen vandaan. Hoe bouw je een goede governance structuur op voor zo'n ecosysteem? Hoe bouw je een goede managementstructuur op voor het ecosysteem? Nou, dan blijkt dus dat instellingen die dat in hun eentje gaan doen, het vaak niet redden. Co-creatie, samen met anderen, blijkt een heel belangrijke overlevingsfactor te zijn om het systeem goed het hart te laten kloppen. En wat een ander interessant punt is dat het managen van niet de personen in het ecosysteem, maar het managen van de hulpbronnen, dat blijkt een grote sturende kracht te zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld gaan om hoe manage ik het cursusaanbod in plaats van hoe manage ik mijn studenten. Het kan gaan om hoe manage ik de docenten of andere personen die hier begeleiding kunnen geven in plaats van hoe manage ik mijn studentenpopulatie. Als het gaat om het ontwerpen en ontwikkelen van die ecosystemen, dan is daar met name in Engeland heel veel over gefilosofeerd. En er worden eigenlijk vier verschillende niveaus onderscheiden. Je hebt een wereldwijd ecosysteem van het open hoger onderwijs. En je ziet ook met die Massive Open Online Courses dat wereldwijd wordt gebruikt met allerlei nationaliteiten binnen één cursus. Maar het gaat ook om al die verschillende, ja, je zou bijna zeggen concurrenten in de ouderwetse opvatting. Alleen die concurrenten in zo'n wereldwijd systeem zijn eigenlijk allemaal dienend aan de biodiversiteit. Dus concurrentie bestaat niet in een ecosysteem. Ze hebben elkaar nodig om zich aan elkaar te kunnen optrekken. Dan het macroniveau. Systemen en platforms waarop OER wordt uitgeserveerd. Nou, dat kunnen zowel de institutionele als de private aanbieders zijn. Inclusief hoe je dat managt, hoe je de governance structuur eroverheen zet, et cetera. Het mesoniveau, dat zijn zeg maar de open cursussen zelf, of het cursusprogramma. Inclusief de docenten en studenten die daarin bezig zijn. En het microniveau, dat is alle spelregels, de afspraken, de didactiek, de processen rondom doseren en leren, de functionaliteit die wordt aangeboden. Misschien wordt ook nog iets aangeboden met social media in zo'n open systeem bijvoorbeeld. Social networking tools, interactiemogelijkheden en bijvoorbeeld ook het gebruik van learning analytics. Wat men heeft gesteld eigenlijk, er is een denktank bezig geweest in Engeland, dat is van ja, eigenlijk moet je op al die vier niveaus moet je een systeem bedenken en in evenwicht brengen, want als het niet in evenwicht is of je vergeet een van die lagen, dan gaat het gewoon niet werken. Dus bij het ontwerpen van open onderwijssystemen, hou rekening met al die factoren. Zijn we al zover? Hebben we eigenlijk al ecosystemen voor open onderwijs? Nou, de term wordt echt te pas en te onpas gebruikt. Vooral in de marketing gevoelige sector, dus ja, de commerciële sector, daar is het echt van mijn ecosysteem en de mijne is de beste en wij hebben dit en wij hebben dat. Terwijl eigenlijk gewoon wordt bedoeld van we hebben alles aan boord om een mooie onderwijservaring te kunnen realiseren. Maar is het een ecosysteem? Is het ontworpen als een ecosysteem? Nou, ik denk het niet eigenlijk. Er is een hoog klok- en klepelgehalte. De term is wel inmiddels redelijk ingeburgerd, want veel mensen hebben het erover, maar misschien zonder nog goed te weten waar het over gaat. En mijn conclusie is in ieder geval, we moeten opstomen naar veel betere invulling van die ontwerp- en ontwikkelrichtlijnen. En we hebben echt ook meer wetenschappelijke onderbouwing nodig. Want ja, anders blijft het een beetje modderen in de marge. Maar hier liggen wel verschrikkelijk grote kansen om een systematische benadering van ontwerp voor OER met elkaar te gaan opzetten. En de vraag moet dan zijn, hoe creëer je betere systemen en denk vanuit die eco-gedachte. Dat was de presentatie en ik mag geen vragen beantwoorden, dus dat doe ik in de hal.